allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Dit keer geen bakvideo, geen kookvideo, maar ik ga een ijskoffie maken. Een ijskoffie hoe ik hem heel erg lekker vind. Er zijn meerdere manieren hoe je het kunt maken. Ik heb zelf ook meerdere manieren. Zo kun je bijvoorbeeld ijsklontjes in een blender doen, wat we nu gaan doen. Maar je kunt ook koude melk opschuimen en daar een ijskoffie van maken. Hier heb ik ooit een keer een TikTok video over gemaakt, dus die zal ik sowieso even linken in de beschrijving. Maar vandaag gaan we eigenlijk een hele simpele ijskoffie maken die iedereen thuis kan maken. En de benodigdheden zijn ook echt heel weinig. Je hebt natuurlijk koffie nodig. We gaan straks 4 shots espresso zetten. We hebben honing, we hebben kokosmelk, maar je kan elk soort melk gebruiken die je wil. Dus volle melk, halfvolle melk, amandelmelk, havermelk, maakt niet uit. Maar ik heb nu kokosmelk. En ik heb eventueel nog een karamelsiroop. Deze karamelsiroop is wel suikervrij, maar je hebt ook vanillesiroop, je hebt hazelnootsiroop, je hebt allerlei soorten. Ik zelf ben echt fan van karamel, maar niet te veel, want heel eerlijk gezegd, meestal als je karamel cappuccino of karamel frappuccino haalt, dan vind ik hem eigenlijk te zoet. Maar ja, ieder smaak verschilt natuurlijk. Dus hier gaan we een heel klein beetje van door doen en een beetje honing om het wat zoeter te maken. Ben je nou helemaal geen zoete kou, dan kan je dit natuurlijk ook gewoon eruit laten en gewoon alleen de ijskoffie met melk drinken. Je hoort Enzo op de achtergrond schreeuwen. Enzo is aan het livestreamen. Hij is nu op dit moment Pokémon kaart aan het openmaken met Link. Dus ik denk dat ze iets goeds hebben. Wat denken jullie? Oké, laten we beginnen. Allereerst natuurlijk het boodschappenlijstje. Zoals ik al zei, je hebt niet veel nodig. Maar maak vooral een screenshot als je naar de winkel gaat. En dan kan je makkelijk alles op één foto zien. We gaan beginnen met de ijsklontjes. Ik vul een glas helemaal tot de rand met ijsklontjes. Wow, dat is echt tot de rand. Over de rand. Ja, wij hebben het geluk dat we een koelkast hebben die ijsklontjes maakt. Maar je kan in de supermarkt ook een zak kopen waar ijsklontjes al in zitten. Of je maakt ze natuurlijk zelf met zo'n ijsklontjesmaker. Woe! Top! Dan voegen we daar 200 ml melk aan toe. Hoppakee. Dan doe ik er een klein scheutje honing door. Zo. En een klein beetje karamel. Hoe? Lekker! En dan natuurlijk het allerbelangrijkste ingrediënt van de ijskoffie. En dat is koffie. Dus we gaan nu koffie zetten. Zoals ik al zei, 4 espresso's. Wij hebben een espresso apparaat, dus dan is espresso zetten heel makkelijk. Maar heb je gewoon een normaal koffiezetapparaat, dan moet je zorgen dat hij zo sterk mogelijk staat. Of het kleinste cupje aanklikt. Ik heb geen verstand van koffiezetapparaten, dus ik zou voor jouw koffiezetapparaat even opzoeken hoe je een espresso kan maken. Kan het niet, dan kan je ook gewoon een normale Americano erin doen. Dan wordt het alleen iets minder sterk, want een Americano heeft gewoon meer water. Maar goed, zoals ik al zei, dat zou ik dan gewoon eventjes opzoeken. Wij gaan nu koffie maken met dit koffiezetapparaat. Ik ga nu koffie zetten met dit koffiezetapparaat en ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Nou, allereerst gaan we natuurlijk de koffiebonen malen. Hier zitten de koffiebonen in, dus als ik hierop klik, dan komt er gemalen koffie uit. Dan plet ik het, zodat het allemaal goed in het cupje zit. Hoe heet dit eigenlijk? Ik heb geen idee. Zo, dan zet ik hem hierin. En dan druk ik op 2 espresso's. Ik vang het nu eventjes op in dit kannetje, omdat we het top in de blender gaan doen. Zo, dat was 2 espresso's. En dan doen we alles nog een keer. Perfect, dan hebben we hier 4 espresso's. Die doen we erbij. En door de ijsklontjes wordt het nu natuurlijk al meteen koud. En dan gaan we dit allemaal mengen. Het enige wat je zou kunnen doen als hij niet milkshake genoegachtig is, dat je nog een aantal ijsklontjes erbij doet. Ik kan het nu door de belletjes niet echt zien, dus ik doe even met de lepel. Er kunnen al iets meer ijsklontjes bij, dan wordt het iets meer milkshake-achtig. Nog een half glas ijsklontjes erbij. Dus er zit nu in totaal 1,5 glas ijsklontjes in. Oké. En dan is hij helemaal goed gemengd. Oh ja, je ziet die stukjes ijs al. Dat is echt lekker.
ik het inschenk. Oh, kijk uit. Wow. En dan heb je een lekkere ijskoffie. En wat we dan voor nu kunnen doen is bijvoorbeeld met karamel of met chocola een mooi figuurtje erop maken. Zodat het er wat mooier uitziet. En natuurlijk rietjes erin doen. Ik heb hier een karamel stroop spuit. Waarmee je dus figuurtjes kunt maken. Nou, ik ga proberen een bloemetje of iets dergelijks te maken. Ik weet niet of het mooi wordt, maar... Mooie bloemetjes, zeg. Nee, ik heb een ander. Dit is een heel makkelijk figuurtje. Je maakt een kruis. En dan pak je een stokje. En dan maak je het figuurtje. Nou, die ziet er leuker uit, hè? En dan nu tijd om te proeven, denk ik. Ik ben benieuwd. Ik drink dit natuurlijk vaker, maar het is altijd maar de vraag. Want ik doe letterlijk een scheutje altijd erbij. Of die dan nu niet te zoet is. Oké, dan pak ik mijn rietje erbij. Dan pak ik de lelijkste, het bloemetje. Want die is dan voor Enzo. Perfect, perfect. Niet te zoet. Je proeft nog een beetje de ijsklontjes. Heerlijk. En vooral nu het mooie weer er weer aan zit te komen. Soms heb je dan zin in koffie, maar eigenlijk geen zin in warme koffie. Tenminste, dat heb ik vaak. Ook vooral als ik naar het terras of zo ga, dat ik denk, hebben jullie ook ijskoffie? Want het is gewoon frisser en je hebt alsnog die koffiesmaak. En dit is echt nog koffiesmaak, dus eigenlijk niet karamel. Je kan natuurlijk dubbel zoveel scheutjes erin doen als wat ik deed. Dan heb je echt een karamelkoffie voor als je niet zoveel van koffie houdt. Maar ik vind het lekker dat de koffiesmaak er nog gewoon volledig aan zit. En dat het gewoon een ijsje is eigenlijk. Echt lekker. Dit zou je zelfs als dessert kunnen nemen na het eten. Oké, laten we deze ijskoffie naar Enzo brengen. Nu is die ook mooi, hè. Nu zie je helemaal zo'n laagje hier zo van schuim. En dan lekker karamel aan de bovenkant. Nou, ik vind hem geslaagd. Oké, we gaan weer naar Enzo. Hey, zie je wat ik gedaan heb met mijn shirtje? Gewoon hetzelfde, nou niet dezelfde kleur, maar wel bruin. Oké, hier hebben we onze tester. Oh, kijk wat we hier hebben. Link is er ook bij. Maar jij lust geen koffie toch, Link? Nee dat is geen koffie drinker. Oeh, ik wel. Jij wel. Ja. Ik heb hier voor jou een zelfgemaakte ijskoffie. Oeh, ruikt goed. Met een klein beetje karamel. Lekker. Jij mag roeren. Je hebt misschien juist wel lekker, want er zit karamel een beetje mengen. Ja, ik vind dat meestal wel fijn om te mengen zo door die koffie heen. Koffie, karamel, koud. Ja, het lijkt wel alsof ik zelfs een beetje slagroom proef. Dat zit er niet in. Er zit wel melk in. Zo goed heb jij het gemaakt. Dat kokosmelk. Ja, het is lekker. Ja? Ja. Nou, mag je houden. Ha, fijn, denk je wel. Cijfer? Een 8,5. Zo, hey. Ja. We hebben goede cijfers vandaag. Als ik op het terras zit, dan is dit wel een... ijskoffie die ik zou graag zou gaan bestellen. Ik zei dat, hè? Mooi, ja, Bas staat achter de camera, je kan het bevestigen. Ik zei, als het dan warm is en je hebt wel zin in de koffie, je zit op het terras. Ja. Ik zei dat ook. Ja, dat zou dit zijn, serieus. Ja. Nou, geniet ervan. Je kan je eigen terrasje beginnen, joh. Een 8,5 van Enzo, dat is echt top. Ik ben benieuwd of jullie dit thuis ook gaan maken en of je überhaupt van koffie houdt. Als je niet van koffie houdt, dan snap ik dat je dit niet gaat maken. Maar ga je het wel maken? Zorg er dan voor dat je me tagt op Instagram. Hieronder zie je de tag KB Active. En dan zal ik proberen op zoveel mogelijk mensen te reageren. Of je foto te reposten als je een mooie foto gemaakt hebt. En dan zie ik jullie heel graag weer bij een nieuwe bakvideo, kookvideo. En dan zeggen we zoals altijd, dikke, vette, peace.